En het Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, heeft vandaag bewustwordingsactiviteiten gehouden voor scholieren in het Peperpot Natuurpark te Komowijnen. Dit in verband met Wereldbossendag vandaag en Wereldwaterdag morgen. Deze bewustwordingsactiviteiten hebben ook te maken met het 20-jarig bestaan van het NIMOS. De jeugdigen kregen op een recreatieve manier informatie over de natuur. Een onderdeel van de activiteit was een speurtocht in het park. Het project is uitgevoerd in samenwerking met DP World Paramaribo. Projectcoördinator van Red Plus, Sandra Bihari, vertelt meer over de bewustwordingsactiviteit. Vandaag hebben we te gast twee scholen. Het zijn leerlingen van de vijfde klas van OS Meerzorg 4. En de andere school is de Labato School uit Beekhuizen. Waarom is er gekozen om kinderen juist onderwijs te geven op het gebied van water en bossen? Nou, ze zeggen, je kan niet vroeg genoeg beginnen met awareness. Hè? Het creëren van bewustwording over het belang van behoud van onze natuur. En in dat kader hebben we dan gemeend om eigenlijk iets rondom kinderen te doen. Hoewel Suriname voor 93% uit bos en water bestaat, dreigt deze toch verloren te gaan. Dit komt vooral door de mijnbouwactiviteiten, zegt Bihari. Nou, 93% van Suriname is bebost. Maar er zijn enorme bedreigingen van die bossen. Onderzoeken door onder andere de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, hebben dan ook aangegeven dat een van de grootste bedreigingen is bijvoorbeeld de small scale mining. Dat is een enorme bedreiging voor het behoud van onze bossen. Vandaar ook in het kader van het Red Plus programma zijn dit soort onderzoeken gedaan. Onderzoeken naar de oorzaken van ontbossing en bosdegradaties. En die onderzoeken hebben in feite aangegeven dat we actie moeten ondernemen om die 93% wat wij nu hebben, dan in feite te blijven beschermen. En in dat kader is het Red Plus programma, NIMOS is dan bezig met het formuleren van een nationale visie en strategie over hoe wij bijvoorbeeld Red Plus dan verder kunnen implementeren in het belang eigenlijk van het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie en voor duurzaam bescherming van onze bossen. Alles projectcoördinator van Red Plus, Sandra Bihari, over de bewustwordingsactiviteiten van de milieuorganisatie. Vandaag is Wereldbossendag en morgen Wereldwaterdag.